Goedemorgen, volgers. Ook zo'n stadion. Clarence Seedorf Stadion, ja. Kijk jullie hier. Helemaal betegeld, hè. Kijk. Verwaarloosd. Ga even vanuit buiten filmen. Ik weet niet als dit... maar het is niet meer, wordt niet meer onderhouden, zie ik. Ja, het is Clarence Seedorf. Ja, Clarence Seedorf. Je ziet het, kijk hier. Wel een hoge poort, laat me kijken als ik zo kan filmen. Ik denk dat jullie het kunnen zien. De Kwanzanja. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, hoor, mensen. Verwaarloosd alles, hè. Kapitaalvernietiging noemt men dit. Het is echt kapitaalvernietiging. Wat is er eigenlijk gebeurd met Clarence Seedorf Stadion? Kan iemand in de comments zetten wat er eigenlijk gebeurd is? Kijk u van. Ja, je kan alleen maar, sorry hoor, je kan alleen maar je kan alleen maar kijken wat er gebeurt en we moeten sport bevorderen. We leveren zoveel legends in de wereld. Of moet ik een crowdfunding, meneer Seedorf, papa Seedorf, of wie dan ook. Moeten we niet wat gaan doen hier voor de jeugd? Als iemand het contactnummer heeft, ja, wil ik graag in contact komen. En dan ga ik eerlijk zeggen, kijk hoe laag die kabels liggen. Kijk hier. Kijk hier. Nu pas zie ik het, jongen. Oei, oei, oei. Kijk, nauwelijks een 8-9 meter liggen die kabels. Hebt u gezien, mensen? Kijkt u hier. Kijk zo laag. Jezus, joh. Vreselijk laag liggen die kabels hier, hoor. Ik weet niet of het een norm is, maar voor mij is het nog boer. Maar ja, laat me dan in de comments zien wat jullie denken over Clarence Seedorf Stadion. Als iemand het contactnummer heeft van meneer Clarence Seedorf, wil ik graag in contact komen om te weten wat er hier eigenlijk gebeurt. Zo'n prachtig ding is gewoon verwaarloosd. Gewoon verwaarloosd. Jammer, jammer, jammer. Prettige dag, mensen. Graag jullie comments. Alsjeblieft, niet uitschelden. Laat ook positief zijn. Toch, je weet niet wat er gebeurd is.